Dat is zijn beste bal. Mooi gegeven. Jonker goed weggelopen even uit de dekking bij Djuric. Jonker richting tweede paal. Daar staat Skubo. En de bal is los van Van der Bussen. En dus was Hadouir daar bijna in de gelegenheid om de 1-0 binnen te tikken. Dubbele schaar, maar verdediging kijkt rustig toe op een meter of afstand. Dit is beter. Azaïdi. En daar is de eerste doelpoging van Heerenveen. Voorlopig nog geen bericht uit Amsterdam, maar er wordt wel intensief meegeleest met de grote ontknoping. Vorige hoekschop was er heel veel vrijheid. Ook nu moet Van der Bussen handelend optreden. De kopbal is van de Vouw. Hadouir. En Beer is daar de Vouw die kan koppen. En uiteindelijk de poging van Jansen. Niet al te veel problemen voor Van der Bussen. Ook nu weer. Jansen even naar binnen gekomen. De Loorsje Jansen goed doorgelopen. Moet uitgestapt worden door Hakloet. En is hier de Loorsje. Maar is Van der Bussen daar ook om het gevaar op tijd te bezweren. En was Djuric bovendien ook nog daar op zijn post. Oh, wat is dit een gruwelpaas van Greentime. En de kruising. Jonker. Heel dicht bij nummer 21 van het seizoen. Maar wat een gruwelijke fout, een pupillenfout van Greentime. Toch de aanvoerder van Heerenveen. Speel hem nooit voor je eigen doel langs. Dat leer je echt op dag 1 dat je gaat voetballen. Ja, toen was hij ziek, denk ik. Nu weet hij het wel. Niet meer doen. Jonker. Jansen, de Loorsje, Djuric moet uitstappen. Jonker, kans nummer 2 binnen een minuut. Nu met links. Te veel tijd nodig. En toch twee beste kansen voor Jonker om zijn seizoenstotaal nog wat verder op te kleuren. En dat is tenslotte waarvoor hij speelt. Narsing, lekker neergelegd. Jan Maat, nu ligt de ruimte. Dost beweegt weg. En dat betekent dat er ruimte komt ook voor Azaïdi. Dost. En de vlag is omhoog. Nou, dat is overigens helemaal geen buitenspel. Hij zat akelig mis. Heerenveen is Ajax 2, wordt er nu plagerig geroepen. Laat al duidelijk zijn dat dat geen beloning is voor de Friese. Hier de 1-0, nee. Geen compliment dus, wilde ik zeggen. Er komen wat kansjes voor Heerenveen. Toch nog een kleine 16.000 mensen in het stadion. Die wil je toch wel enig vertier geven. Nou, Azaïdi lijkt zich dat nu te beseffen. Al zitten de meeste toeschouwers daar nou weer net niet op te wachten. Azaïdi, oei, schampt hem in plaats van hem vol te raken. Was een beste kans hoor voor Heerenveen. Hadouir. Daar is K. En dat scheelt heel weinig. Greentime. Hakloent. Azaïdi doorgelopen. K stapt uit. Azaïdi. Dost. Was zijn momentje. Maat goed, Berends, K stapt uit. Een van de weinigen die echt een goede wedstrijd speelt hoor, K. Hier wordt hij gepasseerd. Azaïdi, mooi gespeeld door Berends. Maar nu, ze komen dichtbij. Maar hoe dichtbij uiteindelijk? Niet ver genoeg. Want via Dost gaat het schot van Jan Maat gewoon naast het doel. Skubo, Hadouir. Hadouir. Hij heeft nog vrijwel niks goed gedaan. Nu, dit is wel aardig. Jansen! En een uitstekende redding van de man die dat toch ook wel verdient. Van der Bussen. Boror. Oeh! Uit het niets. Bijna een geweldig doelpunt van deze Boror. Daar is de nieuwe man, Kainz. En de andere lieveling, Martinez.
Dost. En ook daar de paal. Dat was knap gedaan van Bas Dost. Bodoor. Buitenom gestart. Hemte. En weer niet. Het is gedaan, precies op de 90 minuten, zegt Liesveld. Het was mooi. Een fluitconcert wordt er gegeven. Dat is niet helemaal terecht. Ja, misschien ligt de teleurstelling omdat er geen doelpunten zijn gevallen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Er werd best bij vlagen aardig gevoetbald en doelkansen zijn er voldoende geweest.